We zijn hier vandaag voor de perspresentatie van de TMF Awards hier in het MTV-gebouw in Amsterdam. Veel kijkplezier. Die zal voor de vierde keer dit jaar worden uitgereikt en ook vandaag is hij erbij. Dames en heren, Marco Borsato. Woehoe. Mag ik beginnen met de eerste genomineerde? Marco, wij willen allemaal weten wie de genomineerden zijn. Oké. Ik kondig eerst de nominee aan en daarna vertel ik waarom ik die genomineerde heb. Dames en heren, we gaan eerst even kijken naar de eerste genomineerde voor de TMF Borsato Award en dat is Crystal. I'm gonna buy myself some new time. I won't be taken to the nearest parade. Stay from the neighborhood to the station. De volgende die genomineerd is in de categorie Team F Borsato Award is. Zei ik dat maar goed? Ja. Ja, dat wel goed, ik ben daarvan. Make believe! Ja, en als we het over talent hebben, dan konden we om deze man al helemaal niet heen. Ik kon er gewoon niet aan. Dit is Ben Sanders! Ja, ik denk dat dit ook geen verrassing is. En dan gaan we door naar de volgende genomineerde. Oh, ontzettend leuk. Vind je misschien wel een zinnig applaus. We go back to the zoo! Denk je, als dat maar één lichting is van één jaar, dan... Het is een mooi rijtje, Marco. Heel mooi rijtje. Ik wil je ook namens ons TMF onwijs bedanken voor deze fantastische genomineerden. En we zijn allemaal erg benieuwd wie de winnaar uiteindelijk op 12 juni gaat worden. Dankjewel. Applaus voor Marco, jongens. Ik ben Veronica, de VJ van TMF. En ik ga voor de derde keer eindelijk weer TMF Awards presenteren. Al twee keer mogen presenteren, nu voor de derde keer. En ja, het is geweldig. Ik heb er zoveel zin in. Ja, geef van een kick zeker. Ja, het is waarschijnlijk onvoorstelbaar dat wanneer je op de TMF Awards staat. Vroeger, toen ik wat jonger was, keek ik altijd naar TMF Awards op televisie. En dan zag ik de VJ's en de artiesten. En dan dacht ik, wauw, weet je, dat is geweldig, wat een spektakel. En dan, nu sta ik er zelf. En is het voor mij eigenlijk elke keer weer een droom. Dus ook weer heel erg spannend. Ik ben eigenlijk nu alweer heel erg zenuwachtig. Hoe vond je het nou om genomineerd te worden voor de Borsato Award? Ja, het is een heel gek gevoel. Ik ben er nooit genomineerd voor iets, weet je. Ja. Dus ik vond het al tof om alleen maar daar op te treden straks, weet je, op Team F Awards. Dus dit is echt een, stel je voor dat je wint. Nou ja, weet je, genomineerd zijn vind ik wel echt helemaal tof. En had je het verwacht dat je echt zo genomineerd zou worden? Nee, ik had nooit verwacht dat ik voor niks genomineerd zou worden. Ik kom nog maar net kijken met Hoekie natuurlijk. Dus ik moet me nog bewijzen. Ik kan nog veel meer laten zien. Dus. Ben je ook wel eens thuis nog? Ik ben wel eens thuis als ik moet slapen. Verder is het alleen maar van hier naar daar. En,
Ja, zo wordt wel, ja. Het is wel vol te houden. Ja, het is gewoon relaxed. Je zit meer in de auto dan dat je aan het optreden bent. Dus dan kun je gewoon je Twittertje in de gaten houden, andere dingen doen. Dat is wel te doen, hoor. En wat zou je nou nog willen meegeven aan onze kijkers van Planet Zone, de jeugd, zou ik maar zeggen? Ja, dat jullie moeten gaan stemmen. Niet per se op mij, op degene die jullie het beste vinden, wie de award verdienen, zeg maar. Oké, bedankt. Hoi, ik ben Cas, ik ben de zanger van Go Back to the Zoo. Ik ben Bram, de drummer. En Lars, de bassist. Kijk, en hoe vinden jullie het nou om genomineerd te zijn voor zo'n grote prijs? We vinden het heel vet. We zijn jarenlang al fan van Marco Borsato. En het is voor ons een enorme eer om dan ook door hem genomineerd te worden. Ik voelde me een beetje als een man in een woestijn die 3 jaar niks te drinken heeft. En nu krijgen we dat water. Zo blij zijn we. Hoe willen jullie nou de mensen trekken, zou ik maar zeggen? Dat ze op jullie gaan stemmen? Hoe willen jullie dat voor elkaar gaan krijgen? Ons plan is en was om een hele goede cd te maken. En een goed live te spelen. En dan mogen de mensen stemmen. En ik ga misschien zelf ook wel stemmen. Oké. Okay. Dat zou misschien helpen. Op mezelf. 2 keer. 2 verschillende. Ik heb 2 e-mailadressen. Niet doorvertellen. Willen jullie nou nog iets tegen onze kijkers zeggen? Stemmen op jullie of? Alleen als je het wil. We love you. Ik ben Marvin, de gitarist van Make Believe. Ik ben Jasper en ik speel basgitaar. Ik ben Joe, de zanger van Make Believe. En ik ben Pim, de drummer. En ik ben Björn, ik ben de gitarist. Kijk, nou weten jullie in ieder geval wie het zijn. Dit is Make Believe. Jullie zijn net genomineerd voor de Marco Borsato Award. Wat vinden jullie daarvan? Ja, super vet. Eigenlijk toen we hier aankwamen wisten we nog niet dat het hiervoor was, zeg maar. En hebben we Marco Borsato ontmoet en toen hoorden we dat we genomineerd waren. En dan ook nog zulke mooie lovende woorden over je band. Dat is wel, wel te gek. Dat is bizar. Vorig jaar is het wel echt hard gegaan. Toen kwam eerste single uit. Toen werden we gelijk Serious Talent bij 3FM. En Lowland Siget in Budapest gedaan. Nu bezig met het album doen we in 3 delen. Dus het laatste deel komt straks uit in mei. Dus het gaat heel hard. En een eigen hele headline tour nu. Dit weekend laatste shows. Dus echt super vet. Hebben jullie nog iets wat jullie tegen onze kijkers willen zeggen? Stem op Make Believe. Ja, wat hij zei. Duidelijk, ja. Crystal, hoe vind je het om het TMF Award genomineerd daarvoor te zijn? Ja, echt helemaal fantastisch. Ik ben echt super blij en trots dat ik tussen de anderen mag staan. Want je hebt van de week al een 3FM Award binnengesleept. Ja. Hoe gaat het allemaal zo snel? Want in 1 keer word je heel groot. Ja, het is ook echt bizar. Ik weet ook zelf helemaal niet wat me overkomt. Maar het is allemaal zo tof en ik krijg er echt ineens veel energie van. En ik ben echt heel blij dat ik hier mag staan. Sta je nog op veel festivals en poppodia verder en zo dit jaar, zal ik maar zeggen? Ja, ik mag inderdaad aankomende zomer mag ik op veel festivals staan. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. En dus ik ben al hard aan het repeteren met mijn bandje. En ook bijvoorbeeld op Museumplein met Koninginnedag. Okay. Dus dat is ook heel veel mensen. Ja, wat zou je onze kijkers nog even mee willen geven, zou ik maar zeggen? Leuk dat jullie kijken. jullie moeten natuurlijk gewoon lekker gaan stemmen en op degene waar je iets mee hebt. Dus als je mij leuk vindt, dan stem op mij. Oké. Okay. Hoe vind je het nou dat je een eigen award hebt op de TMF Awards? Ja, dat is natuurlijk prachtig. Zeker omdat het om de categorie gaat nieuwkomers. Daar was ik bijzonder vereerd mee. Hè. Inmiddels is dit de 4e editie die we gaan doen. We hadden als eerste winnaar Nick en Simon. Toen kwam Dio en na Dio kwam Waylon. Dat zijn allemaal mensen die volgens mij nog wel een hele mooie muziekcarrière al te gaan hebben gehad. Maar nog steeds vol in de business zijn. Ja, en we hebben nu 4 prachtige talenten bij elkaar die ik mocht nomineren. Want dat is het mooie aan deze prijs. Ik mag 4 jonge talenten nomineren waarvan TMF en ik denken dat ze op zijn minst een muzikale toekomst tegemoet gaan. Nou, Go Back to the Zoo, Make Believe, Crystal en Ben. Nou, dan heb je een hele sterke categorie. Het was dit jaar best lastig. Toen de entertainmentgroep failliet ging, was het natuurlijk wel een moeilijke tijd. Maar hoe heb je het voor elkaar gekregen om dan toch weer zo erbovenop te komen? Ja, het belangrijkste is muziek maken. Muziek is is het beste medicijn wat er is. En het publiek. En je onderdompelen in de liefde en het enthousiasme van het publiek is het allermooiste wat er is. Een nieuwe plaat maken waar die 4 keer platina is. Wat natuurlijk in deze tijd nog steeds een fantastisch gevoel geeft. En dan 9 stadionconcerten mogen doen. Dan, dat is eigenlijk de manier om uit een dip te komen.
En ik wil het nog even hebben over War Child, want daar ben je ambassadeur van. Maar wat houdt het nou precies in, ambassadeur zijn van War Child? Nou, voor mij betekent dat aandacht vragen voor een organisatie die zich inzet voor het welzijn van kinderen in naoorlogse gebieden. Kinderen die oorlog hebben meegemaakt, ja, dat is vreselijk. Die raken getraumatiseerd, geblokkeerd, gestagneerd in ontwikkeling. Nou, War Child heeft methodieken ontwikkeld, vooral met muziek en sport en spel en toneel. Met name creatieve middelen om die kinderen te helpen weer terug in contact te komen met hun gevoel. Nou, mijn taak als ambassadeur is om dat werk uit te leggen. En want je snapt dat als je als hulporganisatie, als je doet in medicijnen of in water of in brood, dat het makkelijk uit te leggen is. Psychosociale hulp is lastig. Toen ik begon, 13 jaar geleden bij War Child, was psychosociale hulp niet een gemeen goed. Dus daar heb je veel tekst en uitleg voor nodig om uit te leggen wat dat is. Nou, dat probeer ik te doen voor een breed publiek toegankelijk te krijgen. Niet alleen uit te leggen wat we doen, maar ook waar we doen en hoe we het doen. En dat is me de afgelopen jaren heel goed gelukt. En dat zie ik als een van mijn kerntaken. En daarnaast, als ik kan helpen met fondsenwerving, dan laat ik het ook niet naar klimmen op elke zeepkist om over dat werk te vertellen. Omdat ik gezien heb dat als ik dat doe, dat meestal leidt tot extra inkomsten. En als wij meer inkomsten hebben als WordChat zijn, dan kunnen we meer kinderen helpen. Nou, als je die kinderen zelf hebt gezien en vastgehouden, nou, dan ben je gemotiveerd tot op het bot om dat te doen. Wat wil je de jeugd van Nederland nog meegeven? Nou, dat je niet alleen over jezelf nadenkt, maar ook over wat kan ik doen. Hè. Soms voel je je een beetje machteloos, maar dat ben je niet. Je kunt eigenlijk met heel weinig heel veel. Als ik zie hoe kinderen op scholen dat doen, lege flessen inzamelen en het geld aan WordChat geven. Soms worden er op scholen toneelstukken gegeven. Ik heb zelf een mooi musical geschreven waar mensen ook tegenwoordig weer geld mee ophalen en een fancy fair doen, zaklopen. Nou, eigenlijk zijn er zoveel dingen waardoor kinderen zich verbonden voelen met dat doel. Dus dat vind ik mooi om te zien. Ja, ieder klein beetje helpt natuurlijk. Alle kleine beetjes helpen, zeker. Ja, dit was het dan weer voor Planet Zone TV bij de TMF Awards hier in Amsterdam, in de MTV-studio's. Ook wij zijn natuurlijk benieuwd wie het straks gaat worden, wie de prijs gaat krijgen. Dus ja, wacht nog even af en dan zie je het hier weer op Planet Zone. Tot de volgende keer.